Een naheffing waar je u tegen zegt. Zowel Rutte als Dijsselbloem zeggen er niets van te begrijpen. En dat terwijl het vooral Dijsselbloem was die in de Kamer op 23 mei behoorlijk stellig sprak. Kan deze minister niet ook garanderen dat we niet een naheffing krijgen van Brussel op basis van de BNI-afdracht? Ja, voorzitter. Pieter Omtzigt, dan hebben we ineens met een naheffing te maken waar zelfs Rutte en Dijsselbloem niks van afwisten. Dat is heel verbazingwekkend, want Dijsselbloem is voorzitter van de Eurogroep. Dat is een van de belangrijke mensen op financieel gebied in Europa. En dan verwacht je dat hij of weet waar het over gaat, of dat het helemaal onverwachts is. En beide zou heel ernstig zijn. Ik geloof voor geen seconde dat ze er niet van op de hoogte waren. Kijk, dit is gewoon het gevolg van een Europese afspraak die we al heel lang hebben. Is het tekenend wat er nu gebeurt in Europa? Het is vooral tekenend dat Mark Rutte krokodillentranen huilt. En ondertussen natuurlijk donders goed weet dat we er ten eerste niks over te zeggen hebben. Ten tweede verwachten we al een hogere heffing. En ten derde, ja, dit is dus wat je krijgt als je een EU hebt. En moeten we nou eens een keer accepteren? Nou ja, als dit de uitkomst is, dan vind ik dat we wel wat kritischer moeten zijn naar de Europese spelregels. Ja, dat hadden we natuurlijk al vele jaren geleden moeten zijn. Daar ben ik zeer met u eens. En als het aan de SP had gelegen, hadden we helemaal niet in die euro gezeten. Brussel bepaalt hoeveel geld wij betalen, hoeveel immigranten we hebben, wat voor rentevoet we hebben. Al die dingen bepaalt Brussel en wij niet meer zelf. Dat is waar we voor gekozen hebben. Niet zo flauw lopen te janken nu, want ze weten precies waar ze mee bezig zijn. Frankrijk houdt zich niet aan de afspraken. Alle waarschuwingen, daar hebben ze echt de maling aan. Maar waarom zouden wij het dan wel doen? Nou, dat is mijn hele punt. Als we ons aan de regels gaan houden, laten we ons ook aan alle regels houden. In het geval van Frankrijk zou het inhouden dat het land een boete zou moeten krijgen van 4 miljard euro. Nou, dat geld wordt dan verdeeld over de landen die zich wel aan de regels houden. Dus onder andere Nederland. Engeland, Cameron heeft nu ook al gezegd, wij gaan niet betalen. En wij gaan het eerst nog eens een keertje uitzoeken. Ja, ik vind dat Nederland dat ook moet doen. Op voorhand zeggen, we gaan dit gewoon betalen aan Europa. Dat is wat ons betreft niet aan de orde. Waar het om gaat is dat wij al een van de grootste netto-betalers in Europa zijn. Dus wat dat betreft hoeven wij niet het braafste jongetje van de klas te zijn. En zeker niet roomser dan de paus. Rutte die zegt nu, ja, ik wil precies weten hoe deze berekening in elkaar zit, voordat ik ook maar 1 euro extra overmaak. Denk jij dat hij dat waar kan maken of gaat hij straks gewoon sowieso toch overmaken? Hij zal best de begroting nu weer gaan checken en alles nog eens een keer narekenen. En misschien dat hij nog 10 miljoen eraf kan snoepen. En dan gaat hij zeggen, we hebben een overwinning behaald. En dan weet hij toch weer een mediasuccesje te behalen. Maar de kern is gewoon heel schrijnend. Wij zijn ons recht kwijt om dit soort dingen zelf te bepalen. Punt uit.